staan op het punt te vertrekken naar Rodos met 189 zeer enthousiaste klanten. Die uiteindelijk uit 25.000 gegadigden zijn uitgekozen om mee te gaan. Allemaal nog wachtende op de uitslag van hun sneltest. Dus ja, iedereen is natuurlijk bang dat ze stranden in het zicht van de finish. Wacht op de uitslag, meneer? Ik ben aan het wachten, ja. Hoe lang al? Veel te lang. Nu een half uurtje, dus. Maar binnen een kwartier zou ik moeten weten, toch? Dus binnen drie kwartier moet je het weten. Moet u nog testen ook nu? We zijn nu aan het wachten op de uitslag, de laatste uitslag. Ja, ik ben al negatief en ik moet nog even afwachten. Dat zou wel lullig zijn als dan. Ja, dat ga ik wel hoor. Word je wakker, dan sta je in de krant. Ja, heftig. Heftig. Maar dat is toch bijzonder dit allemaal? Ja, het is wel echt heel leuk hoor. Leuke ervaring ook, samen met elkaar. Ja. Hadden we helemaal niet verwacht. Zijn er nog geen afmeldingen geweest? Nee, we hebben één positieve test gehad, gisteren of eergisteren. Gelukkig hadden we een reservelijst van mensen die ook al eerder de PCR-test gedaan hebben. Wat een pechvogel. Die hebben opgeroepen. Wat een pechvogel voor die persoon. Ja, nee, ja, natuurlijk afschuwelijk. Heel erg naar uitgekeken? Wel heel erg naar uitgekeken, ja. We hebben best wel een druk jaar achter de rug, een rumoerig jaar. Dus... Even ontladen. Het is niet de ergste manier om opgesloten te zitten, zeg maar. Het is geen gevangenis. Nee. Gouden kooi. Ja, zeker. Precies dat. Gaan er nog experts mee? Ja, er gaan twee gedragswetenschappers van de overheid mee. Dus die kijken ook van hoe reageren mensen op alle maatregelen, op alle protocollen. Wat kan daar beter, wat kunnen we daarvan leren. Dus we hopen echt heel veel informatie, heel veel data te verzamelen. Want dat maakt eigenlijk deze test geschikt. Ik wist het dus niet, maar heel Nederland waar je komt, moest nog een nieuwe koffer kopen. Maakt niet uit, iemand ziet je staan die zegt, ja, ik koop een koffer. Dus ja, ik ga op vakantie. Ga je naar Rodos? Toen ik hoorde dat we mee mochten, toen moest ik wel, ik denk een uurtje of vijf, iedereen overtuigen dat ik ook echt meeging. En ik zeg, neem maar vrij, maar ze gelooft het niet. Wat gaan jullie daar doen zodra je daar komt? Ja, wat denk je? Cocktails. Volgens mij gaan we eerst de cocktails. Heel standaard, heel cliché, maar we gaan gewoon lekker ons bikini aangooien en een cocktailtje erbij. Eerste wat je doet? Ik denk een cocktail halen. Eten. Lekker in de zon op het restaurantje pakken. En, Komende week moet ik online les gaan volgen. Dus dan gewoon vanaf het strand een beetje met cocktail en dan komt het helemaal goed. Dan zou ik de webcam zeker aanzetten. Ja.